Welkom bij deze eerste kennisclip over tijdrekening. Van oudsher is onze tijdrekening gebaseerd op de dagelijkse beweging van de aarde om de aardas en de jaarlijkse beweging van de aarde om de zon. 'S Ochtends komt de zon op, rond 12 uur bereikt hij zijn hoogste stand en 's avonds gaat hij weer onder. Door de jaarlijkse beweging ontstaan de seizoenen en hierop is onze jaartelling dan weer gebaseerd. In deze eerste kennisclip over tijdrekening wordt daarom aandacht besteed aan deze beide bewegingen van de aarde. In ons zonnestelsel staat de zon centraal. Om de zon draait een aantal planeten. Vanaf de aarde zijn Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus soms met het blote oog waar te nemen. Venus, Mars, Jupiter en Saturnus zijn belangrijk voor de navigatie en zijn daarom opgenomen in de Nautical Almanac. Op basis van jarenlange observaties heeft de Duitse astronoom Johannes Kepler rond 1600 een drietal wetten geformuleerd waaraan de beweging van de planeten rond de zon voldoen. Later werden deze wetten door Isaac Newton natuurkundig verklaard. De eerste wet van Kepler stelt dat de planeten in ellipsvormige banen rond de zon bewegen, waarbij de zon in één van de brandpunten van de ellips staat. De tweede wet, ook wel bekend als de perkenwet, stelt dat in gelijke tijden gelijke perken worden beschreven. Het gevolg hiervan is dat de baansnelheid van de planeet niet gelijk is. Staat de planeet dicht bij de zon, dan is de baansnelheid relatief groot. Staat de planeet ver van de zon, dan is de baansnelheid relatief laag. De derde wet van Kepler legt een verband vast tussen de omloopstijd van een planeet en de lengte van de halve lange as. Het komt erop neer dat hoe verder de planeet van de zon staat, hoe langer het duurt voordat de planeet eenmaal rond is. Voor de tijdrekening en de astronomische navigatie is het begrip aardse projectie van belang. De aardse projectie van een hemellichaam is het punt op het aardoppervlak waar de lijn van het middelpunt van de aarde naar het hemellichaam het aardoppervlak snijdt. De aardse projectie is dus een positie op het aardoppervlak. Een positie wordt in het algemeen aangegeven met de coördinaten breedte en lengte. Voor de aardse projectie geldt dit ook, alleen worden de breedte en de lengte anders genoemd. De breedte wordt de declinatie genoemd en de lengte de Greenwich Hour Angle. Het bijzondere van de Greenwich Hour Angle is dat deze lengte altijd west is en loopt van 0 tot 360 graden. Wordt de lengte van de aardse projectie gerekend vanaf de meridiaan van een waarnemer W, dan wordt deze lengte de local hour angle genoemd. Is de local hour angle gelijk aan 0 graden, dan staat het hemellichaam in de meridiaan van de waarnemer en bereikt het hemellichaam de grootste hoogte. De waarnemer ziet het hemellichaam dan pal in het zuiden of pal in het noorden. De declinatie kan noord of zuid zijn. Het vlak van de jaarlijkse beweging van de aarde rond de zon wordt het ecliptica-vlak genoemd. De aardas maakt een hoek van 66,5 graden met het ecliptica-vlak. Door deze niet-loodrechte stand ontstaan de seizoenen. De aarde staat in positie A op 21 maart. Het noordelijk en het zuidelijk halfrond worden dan gelijkmatig beschenen door de zon. Dit is het begin van de lente op het noordelijk halfrond en van de herfst op het zuidelijk halfrond. In positie B staat de aarde rond 21 juni. De aarde staat dan het verst van de zon. Een groter deel van het noordelijk halfrond wordt dan door de zon beschenen dan van het zuidelijk halfrond. Dit is het begin van de noordelijke zomer en van de zuidelijke winter. Positie C is het begin van de herfst op het noordelijk halfrond. En rond 21 december staat de aarde in positie D.
De aarde staat dan het dichtst bij de zon. 1 jaar duurt ongeveer 365¼ dag. Om de 4 jaar moet er dus een dag ingehaald worden. Dit wordt een schrikkeljaar genoemd. In deze figuur is het ecliptica-vlak iets anders getekend. Op 21 maart ligt de aardse projectie van de zon in de equator. De declinatie is dan de 0 graden. Vanwege de schuine stand van de aardas staat op 21 juni de zon loodrecht boven de parallel van 23,5 graden noord. Dit wordt de Kreeftkeerkring genoemd. De declinatie van de zon is dan 23,5 graden noord. Op 23 september is de declinatie weer gelijk aan 0. Op 21 december staat de zon loodrecht boven de Steenbokskeerkring. De declinatie is dan 23,5 graden zuid. De maximale declinaties van de zon zijn dus 23,5 graden noord en zuid. Sterren staan heel ver weg en kunnen daarom als vaste punten aan de sfeer beschouwd worden. Groepen sterren zijn door oude beschavingen omgedoopt tot sterrenbeelden. Tot de oudste sterrenbeelden horen die van de zogenaamde dierenriem. Deze sterrenbeelden vormen het decor waartegen de zon schijnbaar beweegt. Rond 21 augustus bijvoorbeeld staat, gezien vanuit de aarde, de zon in het sterrenbeeld leeuw. En in november staat de zon in het sterrenbeeld schorpioen. Wordt de declinatie van de aardse projectie van de zon gedurende een jaar geplot op het aardoppervlak, dan ontstaat de zogenaamde ecliptica. Deze ecliptica geeft de schijnbaar jaarlijkse beweging van de zon aan. De aarde wordt als het ware stilgezet en er wordt gekeken wat de schijnbare baan van de zon is gedurende een jaar. De richting van de schijnbaar jaarlijkse beweging van de zon is trouwens gelijk aan de echte jaarlijkse beweging van de aarde rond de zon. Historisch gezien is de aardrotatie de basis voor de tijdrekening. De dag is gedefinieerd als het tijdsverloop tussen twee opeenvolgende doorgangen van de aardse projectie van een hemellichaam door een overeengekomen meridiaan. In deze animatie wordt dit weergegeven voor het tegenmeridiaan van positie A en de zon als hemellichaam. Aan het begin van de dag, om 00 uur, staat de zon in de tegenmeridiaan van positie A. 6 uur later is de aarde 90 graden verder gedraaid. In deze positie staat de zon in de meridiaan van A. Het is dan 12 uur, de zon bereikt zijn hoogste stand. Weer 6 uur later is de aarde weer 90 graden verder gedraaid. En tenslotte, als de dag voorbij is, staat de zon weer in de tegenmeridiaan van waarnemer A. De lengte van de dag blijkt afhankelijk te zijn van de keuze van het hemellichaam. Wordt de zon als hemellichaam genomen, dan wordt gesproken over een zonnedag. Deze zonnedag duurt ongeveer 24 uur. Wordt een ster als hemellichaam genomen, dan wordt gesproken over een sterrendag. Deze duurt 23 uur, 56 minuten en 4 seconden. Een maansdag zou ongeveer 24 uur en 50 minuten duren. Vanaf de aarde gezien is het net alsof bijvoorbeeld de zon in één dag rond de aarde draait. Dit wordt de schijnbaar dagelijkse beweging genoemd. De schijnbaar dagelijkse beweging is tegengesteld aan de echte dagelijkse beweging. In deze animatie wordt deze schijnbaar dagelijkse beweging weergegeven. Staat de zon in de tegenmeridiaan van A, dan is het weer middernacht, oftewel 00 uur. 6 uur later staat de zon schijnbaar in deze positie. Om 12 uur staat de zon weer in de meridiaan van
positie A en wordt weer de hoogste stand bereikt. Om 6 uur staat de zon daar en om middernacht staat de zon weer in de tegenmeridiaan van positie A. Wordt gedurende een dag de aardse projectie van de zon geplot op een globe, dan blijkt dat deze aardse projectie nagenoeg een parallel volgt. Dat is ook wel logisch, omdat gedurende een dag de declinatie van de zon nagenoeg niet verandert. De declinatie is de breedte van de aardse projectie en bewegend langs een parallel verandert deze breedte niet. In de figuur is ook de schijnbaar jaarlijkse beweging van de zon weergegeven. Te zien is dat in deze figuur de zon de maximale declinatie van 23,5 graden noord heeft. De parallel van de schijnbaar dagelijkse beweging is dan dus de Cleveskeerkring. Rond 21 maart en 23 september volgt de schijnbaar dagelijkse beweging de equator en rond 21 december de Steenbokskeerkring. En hiermee eindigt de kennisclip over de dagelijkse en de jaarlijkse beweging van de aarde. In deze kennisclip zijn de wetten van Kepler, de aardse projectie en de bijzonderheden van de dagelijkse en de jaarlijkse beweging van de aarde behandeld.